Wie Vlissingen zegt, zegt ook Michiel de Ruiter. Hier kijkt hij, als standbeeld aan de rand van de haven, verlangend uit over de zee. Van alle 17e eeuwse Hollandse zedenhelden is Michiel Adriaanszoon de Ruiter wel de beroemdste. Hij werd in 1607 in Vlissingen geboren. In 1618 monsterde de Ruiter als bootsmansjongen aan op zijn eerste schip, bij de reder Lampsins. Dit is het Lampsinshuis, waar je vanuit het uitkijktorentje al eeuwenlang de schepen voor de kust van Vlissingen kan zien. Nu zit het museum in dit pand. Na het uitbreken van de Eerste Engelse Zeeoorlog bood de Zeeuwse admiraliteit de Ruiter in 1652 een functie aan. Dat bleek het begin van een nieuwe loopbaan die uitmondde in de hoogste functie in de marine, luitenant-admiraal. In 1667, midden in de Tweede Engelse Zeeoorlog, beleefde de Ruiter zijn grootste moment toen hij een groot deel van de Engelse vloot nabij Chatham beslissend vernietigde. In 1676 sneuvelde de Ruiter nabij Syracuse in een bij voorbaat kansloos gevecht met de Fransen. Een kanon van de vloot van de Ruiter is later bij Syracuse boven water gehaald. Dat kanon bewaakt nu het standbeeld van de Ruiter in Vlissingen. De Gouden Eeuw bracht, ook in Vlissingen, voorspoed en economische groei door handel, scheepsbouw, kaapvaart en visserij. De havens werden tussen 1609 en 1614 uitgebreid met de Dokhaven en de Marinehaven. Prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje, maakte een aanvang met de vesting Vlissingen, waarbij ook de nieuwe havens binnen de vestingwallen kwamen te liggen. De in Vlissingen gevestigde scheepswerf van de Admiraliteit van Zeeland voorzag de handelsvloot van schepen. Waag werd opgericht in 1635 in de Hollandse Renaissance-stijl. In de Oranjestraat staat de Willem III Artilleriekazerne. De kazerne is in 1850 gebouwd in opdracht en op kosten van de gemeente, omdat de gemeente de plicht had de vestingssoldaten fatsoenlijk te huisvesten. Het ontwerp is van de stadsarchitect W. de Cruijff. Als het nodig was, konden in de kazerne 385 soldaten gehuisvest worden. Nu is het een kunstcentrum. In de 18e eeuw speelde de stad ook in cultureel opzicht een belangrijke rol met dichters en schrijvers, als Betje Wolff en Aagje Deken. In 1867 verloor Vlissingen haar status als vestingstad en kon de stad, die overbevolkt dreigde te raken, eindelijk uitbreiden. De vestingwerken werden geslecht. Tussen 1870 en 1873 werd de stad per trein omsloten door de aanleg van de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen. Van de 23 stadsmolens die Vlissingen ooit rijk was,
is de Oranjemolen als enige overgebleven. Het is de dichtst bij zee staande molen van Nederland. Schepen die de Schelde op willen varen, moeten door een loods begeleid worden. De loodsboten varen naar het schip, de loods klimt aan boord en vaart het schip naar de bestemming. Er wordt nauw samengewerkt met Belgische loodsen. In Vlissingen staan 4 Belgische loodshuizen. Deze huizen in jugendstil zijn in 1910 in opdracht van Belgische loodsen gebouwd naar een ontwerp van de in Vlissingen geboren architect Smagge. De witgepleisterde huizen zijn aan straatzijde uitgevoerd met karakteristieke hooghoekpartijen en gietijzeren hekwerken op de erkers. De witte gevels zijn met rode verf voorzien van geometrische versieringen. Panden zijn vernoemd naar de kinderen van de Belgische loodsen die er woonden. Louise, Maria, Blanche en Yvonne. Het visitekaartje van Vlissingen is ongetwijfeld de boulevard, die eigenlijk een binnendijk is. De boulevard is zo'n 2 kilometer lang en is in de zomer bijna altijd wel wat te beleven. Bijvoorbeeld op de terrassen met grandioos uitzicht op zee. Aan deze boulevard staat het standbeeld van Frans Narebout. Frans is een held. Samen met zijn broer Jacob redde hij in 1779 tijdens de vliegende storm 87 opvarenden van het VOC-schip Woestijn, dat voor de kust van Walcheren in stukken was gebroken. De Sint-Jacobskerk van Vlissingen is vanuit alle hoeken herkenbaar. De kerk is nu eigendom van de gemeente. De kerk stamt uit 1328 en in 1500 en 1558 is hij vergroeid. In 1911 zijn kerk en toren door brand verwoest en in 1915 weer opgebouwd. Zware oorlogs- en stormvloedschade was in 1954 weer hersteld. En in 1998 is de laatste restauratie aan de kerk uitgevoerd.